Wij hebben altijd wetenschap uitgegeven. Leiden werd een vrijplaats voor wetenschappers en die hadden ook belangstelling voor allerlei exotische dingen, vreemde talen, Perzisch, Syrisch en zo zijn wij wereldwijd heel erg bekend geworden. Bril is een wetenschappelijke uitgeverij en wij geven de resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit in tijdschriften, in boeken en ook in online databases. Wij opereren internationaal door voornamelijk in het Engels uit te geven. Dat is omdat Engels de internationale taal van de wetenschap is. En dat doen we over de hele wereld, in Amerika, Europa en steeds meer in Azië. Wij geven vooral uit op de gebieden van de humaniora. Dus dat zijn de geesteswetenschappen met theologie, bijvoorbeeld geschiedenis, sociale wetenschappen en internationaal recht. Onze auteurs zijn wetenschappers van over de hele wereld. Onze klanten zijn vooral universiteitsbibliotheken, maar ook overheidsinstellingen en bijvoorbeeld juridische instellingen. In 1896 was er geen familieopvolging meer en de toenmalige directeuren dachten dat de beste manier om de zelfstandigheid te waarborgen was naar de beurs gaan. En daarmee zijn wij nu een van de langst genoteerde bedrijven in Nederland. Wij zijn al 337 jaar relevant omdat wij antwoorden geven op de vragen van iedere tijd en ook deze tijd. Wij zijn een interessante investering omdat wij een uitgeverij zijn die innovatief is, die in een stabiele groeimarkt opereert en wat cultureel Nederlands erfgoed is. Ik ben enorm trots dat wij in ons bedrijf al 337 jaar eigenlijk hetzelfde doen, maar wel steeds aangepast aan de wensen van deze tijd.